Maarten Kosloot, jij hebt echt heel lang aan dit boek zitten sleutelen. Tenminste, een paar jaar. Ja. Je hebt ontzettend veel mensen gesproken. Meer dan 270 betrokkenen. Ja. En je hebt ook nog oud-ploegbaas Jan Raas gesproken. En ik heb begrepen dat dat eigenlijk best wel heel bijzonder is. Dat is zeker bijzonder. Het is in dit boek voor het eerst in 18 jaar, voor het eerst sinds 2003... dat Jan Raas iets zegt over de redenen van zijn vertrek. Het was een dramatisch vertrek. Raas, een icoon in de wielersport, eigenlijk de grootste klassieke koning. Eendagswedstrijden was hij er eigenlijk de beste in. Waanzinnig wat gepresteerd, die ploeg opgezet, mede. Met meneer Wijfels natuurlijk ook. En opeens was hij weg in 2003. We wisten lang niet precies waarom. We hadden nooit uit zijn mond gehoord hoe hij erover dacht. Want hij geeft eigenlijk nooit interviews, hè? Nee, en zeker hierover. Dit was echt de eerste keer dat hij eigenlijk wat dingen verteld heeft. Waarom wilde hij daar niet over praten? Nou, voor hem had dat te maken met een deal die aan het einde gesloten is. Gewoon een soort van afkoopsom die hij heeft meegekregen. En daarbij een soort van zwijgafspraak die in de bankenwereld niet ongebruikelijk is, maar die hij heel letterlijk heeft geïnterpreteerd. En waar hij ook over zegt, een man, woord, een woord. Als ik zeg dat ik zwijg, dan zwijg ik ook voor altijd. Maar gelukkig hoe heb jij dan voor elkaar gekregen dat hij toch is gaan praten? Volhouden. Ik had zelf de moed ook wel een beetje opgegeven na 5 jaar. Werd mij toch door Hugo van der Parra, mijn eindredacteur bij dit boek, gezegd, toch doen, toch nog een brief sturen. Want je hebt keer op keer op keer heb je het gevraagd? Ik heb een aantal keren contact met hem gezocht. En de laatste keer aangegeven wat ik eigenlijk wist. Hè. Meer dan 270 betrokkenen gesproken, honderden en honderden interviews. Nou, daar kwam toch ook wel een beeld uit waar hij ook van dacht, wacht eens even, hier wil ik wel wat over zeggen. Het ging in die tijd ook niet altijd even goed met hem, denk ik, rond 2002. Er waren heel veel strubbelingen. De relatie met de bank was al jaren moeizaam. Dat kwam echt tot een kookpunt. Ik wist eigenlijk zoveel dat het voor hem wel tijd werd om een keer wat te zeggen. Wat voor indruk kreeg je van hem? Het was een heel prettig gesprek. Het interview was eigenlijk het makkelijkste. Het interview krijgen was wat ingewikkelder. Dat kostte 5 jaar. Ja, dat kostte 5. Maar hoe kwam hij op jou over? Was hij gefrustreerd? Was hij boos? Absoluut. Zeker. Diepe frustratie over die breuk. Vindt hij heel erg vervelend. Had hij ook liever anders gezien. Hij legt wel veel daarvoor de oorzaak bij anderen. Bijvoorbeeld bij de bank. Die zich te veel met wielrennen bemoeide. Ja, dat zijn maar gezegd. Hij noemde niet de naam van meneer Wijfels, hoor. Maar hij vond wel dat andere bankiers... Ik was toen al lang weg daar. Kijk, opgelost. Ja. Er waren veel bankiers waarvan hij vond dat ze zich te veel bemoeiden met die sport. Het is toch ook een solistische man. Iemand die zegt, ik weet hoe het zit. We gaan het zo doen. En als je anders wil, prima, dan is daar de deur. Dus dat maakt het niet altijd makkelijk. Een fascinerende man om mee te praten. Ik heb...